bij de Groningen, zeg. Klopt. We lopen nu richting de Herenstraat. En daar bij de HEMA. Daar speelde ik vroeger altijd met mijn vriendje op straat en hadden wij een cabaretduo. En wij imiteerden een Gronings duo die heel bekend was. Dat waren Roy Rinus en Pedaalhemmer. En dan stonden we meestal hier zo. Hier, of voor die winkel daar met z'n tweeën. En dan stond je hier te spelen en dan is een hele kring mensen eromheen. En dan met je gitaartje en dan zo'n koffer in het midden. Met ons telefoonnummer erop. Als mensen ons wilden boeken, dan konden ze ons bellen. En dat hebben we jarenlang gedaan, elke woensdag en zaterdagmiddag. En daar leerde je echt van improviseren. We gingen wel vaak dan in de HEMA puddingbroodjes kopen van het verdiende geld. Ik woon al 25 jaar in Amsterdam of zoiets. Maar toch voelt Groningen wel heel erg thuis. En wat heel grappig is om te merken, is dat ik het heel lekker vind om weer Gronings te praten. Ik vroeg de wind, moet hij verstaat me niet. Ik vroeg de zee, hij zingt, rijken leidt. Mijn Ede was natuurlijk heel erg gebaseerd op allemaal verhalen uit mijn eigen jeugd, die Rick van den Bos tot een toneelstuk heeft gemaakt. En nu, doordat we die tour hebben gemaakt door de hele provincie en zoveel mensen hebben ontmoet en zoveel mensen kwamen naar ons toe met onze verhalen, of met hun verhalen. En toen hebben we gezegd, van, nou, we gaan een voorstelling maken die gebaseerd is op verhalen van mensen die naar mijn Ede zijn komen kijken. En we noemen die voorstelling mijn tweede. En dat is dus een voorstelling van de mensen zelf, die speelt in het Groningen van nu, met de problematiek en de humor van het Groningen van nu. Geef me de nacht, dan heb ik onderdak en door aan zing ik.